Dit is totaal nieuw voor mij, maar ja, er is nog nooit een product geweest waar ik niet mee kan werken. Ja, die schelpen moeten er echt uit. Dat wil ik niet op de foto hebben. Ja, ergens was ik het kwijt. Ja, op zo'n momentje zelf kwijtraken, dat kunnen we ons niet veroorloven op een set. Je mag de salon verlaten. Ja, gewoon je instinct volgen en je intuïtie en gewoon doen wat je denkt mooi is. Het is altijd leuk om te zien hoe iemand anders werkt, omdat je kan altijd iets eruit pakken en zeggen van hé, dat is wel een leuke techniek, dat is een andere techniek. Door dit programma ben mijn creativiteit is veel meer losgekomen. Omdat als je werkt in een salon, dan ben je een beetje beperkt met de wensen van de klanten. En opeens ga je uit je salon naar zo'n programma. En dan wat je doet is eigenlijk, ja, je laat die creativiteit los. En je gaat heel gekke dingen doen. Waardoor ik op mijn werkvloer nu ook een beetje zelfstandig dingen toevoeg aan mijn klanten. Mijn zaak heb ik al ruim 16 jaar. Dus daar ben ik mee bezig. En er komt elke keer komt iets anders er bovenop en op mijn pad. En, waardoor je creatieve prikkeling erbij krijgt. En, mijn plannen zijn gewoon verder gaan met wat ik doe. En met mijn werk, met mijn passie. Creatief zijn en kijken wat op me afkomt.